Heeft de overheid de coronacrisis voldoende onder controle? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Een 86-jarige man uit de Hoekse Waard is vanmorgen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over hoe het virus het beste bestreden kan worden. In de studio Carla Dick-Faber, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u nam deel aan dat debat? Ja. Was dat spannend? Condolences voor de nabestaanden van de 86-jarige persoon die nu overleden is. Heel verdrietig natuurlijk. We hebben hier gisteren een debat over gevoerd in de Kamer met minister Bruins. Was dat niet al te laat? Want het virus is er al even. Nou, we hebben gisteren hier niet voor het eerst over gesproken. We hebben ook al 3 keer een technische briefing gehad met het Reisinstituut, het RIVM. En het RIVM adviseert ook de minister en andere betrokkenen, zoals huisartsen, over maatregelen die genomen moeten worden. Dus eigenlijk was gisteren een debat, maar was zeker niet de eerste keer dat het op onze agenda stond. Nee, nou is sinds woensdag het aantal besmettingen ruim verdubbeld in Nederland. Ja. We zitten nu rond de 130. Mm-hmm. Is dat een normaal patroon of maakt u zich zorgen erover? Nou, het is natuurlijk heel ontzettend naar dat dit virus er nou is in Nederland. En wat ik heel belangrijk vind is dat we hier ook echt de adviezen van het RIVM blijven volgen. Dat betekent dat we echt van dag tot dag kijken van hoe is de situatie nu. En worden daar dan ook de passende maatregelen bij genomen. Het RIVM heeft tot nu toe steeds gezegd dat alle situaties, alle casussen die zich nu voordoen. En excuses voor het woord casussen, zo noemen ze dat, die zijn nog wel te herleiden tot een bron. Hè? Dus we zitten nu echt in wat ze dan noemen de beginfase van het coronavirus. We proberen echt zo klein mogelijk te houden. Maar stel dat het een uitbraak wordt à la China, à la Amerika. Ja. Zijn we er dan klaar voor als met onze huisartsen en medisch personeel? Ja, er wordt heel hard aan gewerkt. Dat is ook precies waar ik gisteren in het debat op heb aangedrongen. Want we zitten dus nu nog in de beginfase, maar we weten niet hoe het er volgende week uitziet. En dan is het belangrijk dat we als land klaar zijn. En dat onze huisartsen, onze dokters, onze ziekenhuizen voldoende middelen hebben om de zorg te verlenen als dat nodig is. En ook om zichzelf te beschermen. Hè. Denk aan de mondkapjes. Daar hebben we veel over gesproken. Je ziet dat een land als Frankrijk dan zegt van wij produceren mondkapjes en die houden we lekker allemaal voor onszelf. Ja. Kijk, dat kan natuurlijk niet. Dus ik heb ook aan de minister gevraagd van als er in Europa productiecapaciteit is voor mondkapjes, zorg dan dat we dat eerlijk verdelen. Ja. Zodat we dat het niet elk land ieder voor zich is, maar dat elk land daar de voldoende beschikkingen over heeft. En dat is waar de minister vandaag ook met zijn Europese collega's over heeft gesproken. Ja, tegelijk zijn er mensen die zich zorgen maken natuurlijk. Bijvoorbeeld op zondag naar de kerk gaan. Kunnen we nog wel een collectezak doorgeven of heiligavondmaal vieren met elkaar? Ja, ik vind het heel begrijpelijk als mensen zich zorgen maken. Ja. Ook hier, het RIVM is er vrij duidelijk over. Gewoon veel je handen wast, in je ellebogen hoest en niest en een aantal voorzorgsmaatregelen in acht neemt, dan zou het goed moeten gaan. In ieder geval dan beperk je het risico op een besmetting. Maar we moeten natuurlijk allemaal gewoon verstandig zijn en goed opletten. Misschien is het beter om, als je inderdaad je verkouden voelt en je hebt inderdaad, je komt uit risicogebied, blijf dan in ieder geval thuis. Dat is wat het RIVM ook adviseert. Komt er dan ook koorts bij, dan is het ook echt raadzaam om de GGD, de huisarts en de GGD. U zegt, volg die richtlijnen van het RIVM. Ja, ik zou echt de richtlijn van het RIVM volgen. En volgende week kan de situatie anders zijn, maar op dit moment is er niet een advies gegeven om bijeenkomsten zoals kerkdiensten te mijden. Mensen kunnen gewoon op dit moment prima een bijeenkomst bijwonen. Even naar Europa, want er is flinke kritiek op de klimaat. Wet van meneer Timmermans, die wil in 2050 Europa klimaatneutraal hebben. Gaan we dat halen met elkaar? Dat is al over 30 jaar. Dat is inderdaad relatief snel. We moeten ook alle zeilen bijzetten, want we komen van ver. Ik vind het wel heel belangrijk dat we het halen. Ja. Even helemaal teruggaan, want waarom doen we dit? We doen dit omdat klimaatverandering enorm van invloed is op de schepping die God ons gegeven heeft. En ik vind het dus heel belangrijk dat we er goed voor zorgen. De klimaatverandering zorgt ervoor dat ecosystemen
kapot gaan. Zeespiegelstijging zorgt het voor. Ja. Missenoogsten zorgt het voor. Biodiversiteit rolt achteruit. Dus we moeten echt alle zeilen bijzetten om dat doel te gaan halen. Dat moeten we wel doen op een verstandige manier. Op zo'n manier dat ook elk land zijn steentje bijdraagt. Ja, want Timmermans wil landen gaan straffen die het niet gaan doen of het niet halen. Is dat nou de juiste methode? Ja, ik las inderdaad dat ook is waar hij aan denkt. En nou, op voorhand wil ik geen maatregelen uitsluiten. Daar moeten we gewoon goed met elkaar naar kijken en ook het debat over aangaan. Maar wat voor mij wel duidelijk is, is dat je landen die voorop willen lopen, die ook echt concreet stappen zetten, dat je die ook gaat belonen. Ja. Dat je ook echt prikkels inbouwt in het systeem om landen vooruit te duwen. Want het kan echt. Ja. Wat vindt u concreet belangrijk in Nederland dat we moeten gaan doen? Zonneweiden overal aanleggen, windmolens neerzetten. Nou, volgens mij is er één maatregel die we gewoon voorop moeten stellen. En dat is energie besparen. Isolatie van woningen, dat is gewoon een no-regret maatregel. Dat is gewoon altijd slim om te investeren in isolatie in de woning. Verder vind ik het heel belangrijk dat de industrie overgaat naar andere bronnen dan fossiel. Ja. We moeten gewoon echt af van de kolen en van het Gronings aardgas. En Gronings brengt natuurlijk ook nog de aardbevingen. Dus dat zijn wel belangrijke punten. Vandaag was in het nieuws dat Gelderland een streep had gezet door een zonnepark. Mm-hmm. Eerlijk gezegd was ik daar wel blij mee, want het was een zonnepark in een Natura 2000 gebied. En als ik dan bedenk dat 95% van het dakoppervlak wat geschikt is voor zonnepanelen, dat er gewoon nog geen enkel zonnepaneel op ligt. Dan denk ik van, kom op jongens, laten we dan daar beginnen. Ja, het is dus een mindset die je even om moet zetten en misschien op een andere manier naar dingen gaan kijken. Zeker. En ik vind het gewoon ook heel mooi om te zien dat heel veel bedrijven en burgers ook gewoon klaarstaan om die hele omschakeling vorm te geven. En ik vind dat de overheid burgers er ook bij moet helpen. Waar we vorige week nog een debat over hebben gehad met de minister, is dat heel veel bedrijven zeggen, we willen wel zonnepanelen op het dak leggen. En ineens was de subsidiepot leeg. 6.000 projecten konden niet doorgaan. Ja. Dus ik dacht jongens, dat moet gewoon anders. En toen hebben we samen met andere politieke partijen gezegd van, kom op, er moet gewoon geld bij, zodat we die bedrijven ook stimuleren. Precies, want ze stonden er klaar voor en toen was de subsidiepot leeg. Nou, daar is dus een oplossing voor gekomen. Nou, met dat soort instrumenten vind ik dat de overheid echt burgers en bedrijven moet gaan helpen. Oké. Okay. Heeft u een auto, mevrouw Dik? Ja, zeker. Hoe hard rijdt u op de snelweg? Ik rijd echt altijd 100 maximaal. Oké, want straks moeten we het allemaal gaan doen. Ja. Vanaf 16 maart. Dat is de bedoeling, zeker. Ja, nou blijkt dat overdag 10 miljoen euro meer te kosten dan was begroot. Moeten er zoveel van die borden neergezet worden? Ja, het was voor mij ook totale verrassing dat het zoveel extra geld zou kosten. We gaan langzaam rijden overdag vanwege de stikstofproblemen. Er was ook gewoon geld voor gereserveerd. Het kost dus heel veel geld extra. Ik zat zelf in de auto toen ik op het journaal hoorde dat er veel meer geld bij moet, omdat de minister extra borden gaat plaatsen, notabene om 's nachts harder te mogen rijden. Ja, 130 borden. Precies. Dus ik dacht van jongens, dat is hier toch aan de hand. Ja. Want waar ik al jaren voor pleit, is dat we ook duidelijk gaan maken waar mensen alternatieve brandstof kunnen halen. Dus elektrisch kunnen laden en straks waterstof kunnen laden. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je behalve dat benzinepompje op dat bord, dat daar ook gewoon een elektrisch punt naast staat. Ik bedoel, in Denemarken zie je dat, in Zweden zie je dat. Maar hier in Nederland, die borden zijn gewoon eigenlijk wel ouderwets aan het worden. Maar u wilt er een bord bij dus? Nou, ik wil eigenlijk een nieuwe borden, maar als dat nog niet kan, doe er dan gewoon een sticker bij. Maar zelfs dat wil de minister niet. Dus ik was heel erg verbaasd. De minister gaat extra geld uitgeven voor extra borden voor 130 km per uur rijden. En die sticker voor elektrisch laden. En we zien een mooi voorbeeld hier ook in de studio. Ja. Dat kan dan niet. Dus ik dacht, kom op mensen, dat moet echt anders. Dus ik heb daar schriftelijke vragen over gesteld. Okay. Nou is die maatregel vorig jaar november verzonnen. Ja. Of aangekondigd. Maar gaat 16 maart pas in, 5 maanden later. Is dat de VVD-tactiek om het te traineren? De VVD is hier niet fan van. Niet bepaald, dat is duidelijk. En je ziet ook een VVD-minister die onze voorstellen wat dat betreft ook helemaal niet breed omarmt. Of het 5 maanden, of dat nou tijdrekken is, dat weet ik niet. Mm. Ik bedoel, er moesten nieuwe borden geproduceerd worden. Rijkswaterstaat moest voorbereiden, moest een plan maken. Dus misschien was het inderdaad ook wel gewoon 5 maanden tijd die nodig was. Denkt u dat mensen zich er ook aan gaan houden, echt? 100 overdag op de snelweg. Ja. Ja, u wel, maar
Ja, nou ja, kijk, je ziet dat toch op heel veel plekken, met name in de Randstad en rondom de grote steden, daar mocht je in overdag, en vooral in de spits, maar op grote stukken ook overdag, mocht je al niet harder dan 100. En wat het opvallende is, is dat als wij met z'n allen 100 gaan rijden, zal het aantal files wel afnemen. Dus in die end vraag ik me af of het mensen tijd gaat kosten, of misschien op een aantal plekken ook gewoon echt tijd gaat opleveren. Ja. Ik heb daar wel goede hoop op. En ja, kijk, als ik de afweging moet maken, een paar minuten minder snel op de plek van bestemming. Maar intussen kunnen we wel de bouw vooruit helpen. Al die woningen bouwen voor mensen die nu wachten op een woning. Ja. Dat is wel waar we het voor doen. Ik bedoel, de bouw die stond stil vanwege die stikstofcrisis. En daar wil je ruimte voor creëren. Over die woningen gesproken, er blijkt hoge nood te zijn in goede woningen voor ouderen. Ja. Was deze week in het nieuws. Maar ik denk tegelijkertijd, ook jongeren kunnen geen woning vinden. Ja. Dus het is een algeheel probleem. Ja. Nou ja, kijk, we hebben in het ouderenwoonakkoord, of met het programma Waardig Ouder Worden, hebben we dit onderwerp woningen voor ouderen al op de agenda gezet. Die zijn er echt te weinig, waar ouderen samen maar toch zelfstandig kunnen wonen. Een beetje tussen het thuis en het verpleeghuis in. Dus daar zijn al flinke stappen in gezet. Ja. Maar ik wil dat er nog een schepje bij komt, dat ook woningcorporaties aan de slag gaan om deze woningen te bouwen. Want ouderen willen vaak wel, maar of het aanbod is er niet, of ze komen uit een huurhuis. Ja. En dan wil je dus toch ook dat een woningcorporatie ook voor jou nieuwe woongelegenheid Maar met alle respect, deze mensen hebben al een huis. Die wonen in een huis. Ja, maar jongeren kunnen geen huis vinden. Maar die gaan dus uit hun gezinswoning en die laten dus een huis achter waar weer een jongere of een jonge gezin in. Doorstroom. Dus dit zorgt gewoon echt voor de doorstroming. En daarom zitten we ook zo te hameren op passende woningen voor ouderen. Ik bedoel, het is fijn voor de ouderen, maar dat is ook weer fijn voor de jongeren en voor de jonge gezinnen die op hun woningen aan het wachten zijn. Ja, want u zegt op hameren, maar wat moet de regering concreet doen op dit moment? Afgelopen week is mijn motie aangenomen om de woningwet aan te passen. Woningcorporaties hebben namelijk geen of weinig ruimte om gezamenlijke ruimte te bouwen. Dus ze mogen wel allemaal appartementen bouwen, maar een plek waar je samen gaat eten of je scootmobielen stalt, dat mag allemaal niet. Dus ik vind het heel raar. Dus de woningwet moet daarop aangepast worden. En ik zou heel graag zien dat er de verhuurderheffing, dat is eigenlijk de boete die woningcorporaties moeten betalen, zo voelen ze dat zelf, dat die toch weer verder aangepast wordt. Zodat er ook financiële ruimte ontstaat voor woningcorporaties om te bouwen. Dus die motie is aangenomen. Daar ben ik heel blij mee. Ja, dus woningcorporaties, als ik zou willen zeggen, kom op aan de slag. We gaan het voor jullie regelen. En nu moeten jullie ook gaan bouwen. Oké. Tot slot wil ik nog even met u naar uw eigen partij, de ChristenUnie. Moet die in de toekomst kunnen samenwerken, vindt u, met Forum voor Democratie? Nou, kijk, principieel vind ik niet dat je een partij moet uitsluiten. Geen enkele? Want partijen die vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer, die worden gekozen door hun achterban, door een deel van, door een deel van het volk. En ik vind dat je daarom die politieke partij serieus moet nemen, dat je daar het gesprek mee moet aangaan. Maar als ik gewoon nu kijk waar partij als Forum voor staat, hoe hun voorman, Thierry Baudet, ook optreedt, welke uitspraken hij doet, dan vind ik het wel heel moeilijk voorstelbaar dat wij met Forum gaan samenwerken. Ja, toch zou je dat ook kunnen zeggen van D66. Wat die zeggen over leven en dood en allerlei zaken die u tegen de haren instrijken. Ja. En daar werkt u wel mee samen in een coalitie. Ja, nou ja, goed. Ook vanuit hetzelfde principe geen partijen uitsluiten. En ook de verantwoordelijkheid van dit land moet wel geregeerd worden. Wat ik wel een groot verschil vind, is dat een partij als Forum voor Democratie, die schuurt gewoon wel echt langs de randen van de rechtsstaat. Ja. Langs randen van racisme. En uiteindelijk moet de rechter daar een uitspraak over doen. Maar dit vind ik gewoon wel echt punten die gewoon haak staan op de waarden die wij ook in het land hoog houden. En dus ik denk dat het heel ingewikkeld gaat worden met Forum. Duidelijk. Dank voor dit gesprek, Carla Dijkvaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Maandag bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. Een heel goed weekend en graag tot dan. Dag.